Welkom in Museum Boerhaven. Nou, u ziet, het ziet er hier totaal anders uit dan u gewend bent. En dat komt omdat er een grootscheepse verbouwing gaande is. Dat duurt nog wel eventjes. Museum Boerhaven is nu even uit de lucht. Hier tenminste, maar op andere plekken zijn we natuurlijk geheel en al wel aanwezig. Tijdelijke tentoonstellingen, activiteiten. We zijn dus nog helemaal overeind. Maar in het gebouw is echt alles op de schop. Waar eerst druk werd gezweet op wiskunde A, B en C, liggen nu planken, luchtslangen en kabels. En ook in het altijd bedrijvige schatteiland Boerhaven liggen de educatieve programma's stil. Maar daar hebben we een oplossing voor. Museum Boerhaven gaat nu naar de scholen toe. En dus educatieve programma's doen we nog steeds. Alleen niet meer hier, maar op de scholen. Ook voor Dirk is het even wennen, zo'n leeg museum. Fantastische ruimte hier, maar wel helemaal leeg. Ja, wat stond hier? Een mooi model van een molen en van een stoommachine. Allemaal waterbeheersing, ook andere fraaie spulletjes. Gelukkig is een deel van de collectie tijdelijk te zien in andere musea. Ja, komen we nu in een andere zaal. Hetzelfde laken en pak. Ligt open, leidingen zichtbaar. Vroeger stonden hier fantastische spullen. Maar nu gebeurt er natuurlijk van alles en nog wat aan het gebouw. Klimaatinstallatie wordt aangepast. Na een jaar of 25, 30 was het ook wel dringend nodig. Glas wordt vernieuwd. Ja, en ook allerlei andere bouwkundige dingen. Het gebouw had echt een flinke renovatie nodig. Dat benutten we om natuurlijk als we weer teruggaan de collectie op een nog veel mooiere manier te laten zien. Verder wordt er achter de schermen ook niet stilgezeten. Onder andere collectieonderzoek, door onze restauratoren, door onze conservatoren. En dat levert mooie resultaten op waarmee we ook naar buiten komen. Hey, moeten we eens kijken. Hier is mijn kamer. Daar stond mijn bureau en hier de vergadertafel. Geweldig. Ik snak er eerlijk gezegd naar om weer terug te keren en in het nieuwe museum weer helemaal de zaak gewoon op gang te helpen met een mooie nieuwe presentatie. Ja, heerlijk om daar naar uit te kunnen kijken. Nog even geduld, Dirk. Het gebouw is vanaf nu het terrein van uitvoerder Jordi. Nou Jordi, ik kan je mijn sleutel geven. Want ja, wij zijn nu in een kantoorpand en jullie zijn lekker aan het bouwen. Ik zou zeggen, zet hem op. Maak hem een beetje voort. Dankjewel. Alsjeblieft. Gaan we zeker doen. Dankjewel. Hey, tot ziens. Hoi, succes.